Errol Zeefuik, wat gaat er door het hoofd heen van een verliezende coach? Ja, je baalt hè. Ik bedoel, wat moet er nog meer door je hoofd heen gaan? We hebben de wedstrijd gewoon verloren. En, terwijl ik weet dat er meer in het team zit. En we hebben het vandaag gewoon niet laten zien. Dus ik baal enorm. Echt enorm. Hoe uiten zich die gevoelens? Die probeer ik nu heel rustig te houden. Ik bedoel, als headcoach kan je niet te veel uitbundig balen. Want je moet juist de rest van de spelers die down zijn, die moet je weer omhoog trekken. En ja, ik heb best verloren. Ik kan niks van me moois van maken eigenlijk. Dus het is gewoon, ja, het is gewoon piep. Ik kan het niet anders verwoorden. Als coach hoor je ook de vinger op de zere plek te kunnen leggen. Waar ligt die? Ja, moeilijk. Ik denk dat we hebben verloren puur omdat we dus de wedstrijd niet goed zijn begonnen. We begonnen de eerste helft een beetje te lief. Terwijl Amsterdam gewoon vol kwam en die was gewoon, wat ik zeg, die waren gewoon hongeriger als ons. Ze wilden het meer. Het was gewoon af te lezen. We waren meer hyped. Ze konden elkaar goed aansturen. En bij ons bij de Eagles, vooral op de offense, begonnen we een beetje zwak. We begonnen met een leuke drive. En daarna lukte niks. Penalties die we maakten, veel te veel. Dan weer geen wedstrijden. En dan is Amsterdam Crusaders de terechte kampioen? Of ja, ze hebben gewonnen of het terecht is een ander verhaal. Waarom? Ja, dat is gewoon mijn persoonlijke mening natuurlijk. En als headcoach, ja, terecht. Hun zullen zeggen terecht, wij zeggen het niet. Hoe voelt het om een finale te verliezen? Want dat gevoel is voor jou nog niet bekend. Gewoon net zoals elke wedstrijd die je verliest. Alleen met een extra kanttekening natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dit is de laatste game van het seizoen. Het is alles of niets. Er is geen play-off stijl. Net als basketbal, dat je zegt van best of three. En het voelt gewoon, ja. Natuurlijk, aan de winnende kant is het leuk, hè. Je bent blij. Maar verliezen hoort er bij het spelletje. Ik bedoel, hoe graag we ook willen winnen, hoe graag ik ook wil winnen. Het zou een keer moeten gebeuren dat we zouden verliezen. En eerlijk gezegd voelde ik het al een beetje aan mijn water vandaag. En dat ik dacht van, dit gaat een moeilijke wedstrijd worden. Op basis waarvan? Als ik gewoon geheel kijk naar het hele seizoen. Hoe we ons vaak hebben voorbereid voor wedstrijden. Dat soort dingen. Is het ook een beetje gewenning? 3 keer op rij kampioen worden en een tegenstander die tot op het bot gemotiveerd is? Ik denk dat dat ook een beetje is. Dat ook heel erg meespeelt inderdaad. Want we zijn Nederlands kampioen. Voor de 3e keer geweest. En het werd misschien te zelfsprekend eigenlijk, denk ik ook een beetje. Maar het is goed dat we nu met de neus op de feiten zijn gedrukt. Helaas mis ik voor volgend jaar een Erwin Glaudemans. Dus ik hoop dat we dan het team bij elkaar kunnen houden om volgend jaar weer gewoon lekker te beunen. Want jij blijft? Ik heb deze week een gesprek met het bestuur. En dat zal heel veel snel duidelijk worden. En wat is je intentie? Ik heb het naar mijn zin. Dus we gaan het zien. En is het dan nog een kwestie of je hoofdcoach blijft of alleen gaat spelen? Of is dat geen optie? Als ik een goede vervangende headcoach kan vinden, dan sta ik hem wel graag af. Want ik ben nu eigenlijk nog speler. En ik heb 2 seizoenen leuk gedraaid. En als het zo is dat ik nog headcoach moet blijven, dan blijf ik headcoach. Maar mochten we iemand anders op het oog hebben die de taak goed kan overnemen, dan kan ik weer misschien helpen met andere nevenactiviteiten. En dan wordt het misschien wat makkelijker voor mij ook om het spelletje te spelen. Want nu ben ik soms te veel bezig met en het spelletje en dan ook weer kijken wat er allemaal op het veld probeert te kijken wat er gebeurt. Sowieso moeten we coaches erbij hebben voor de zijlijn, want dat is erg schaars bij ons. Maar dan kan je wat beter schakelen. En dat merk je nu dat het gewoon. Ik vraag, weet je, wat gebeurde daar? Maar niemand weet je echt antwoord te geven. En dan kan je ook nu moeilijke aanpassingen maken. Maar hier spreekt geen man die de indruk maakt weg te willen bij Alpha Eagles? Nou, spelen wil ik niet weg bij de Eagles, nee. Dat is één ding wat zeker is. Tijd zal het zeggen. Dankjewel. Graag gedaan, man.